Jongens, mijn kanaal, ik ben Emkola. Als jullie van deze 12 april zijn we een nieuwe rubriek van... 12 april met deze nieuwe rubriek van TV Tips met Emkola, aflevering 32 ongeveer. Ja, na het intro gaan we sowieso verder en we gaan hebben over de TV Tips met Emkola. Ja, voorspelbaar kan je die noemen. Van weet ik veel. Dat klinkt alsof het dan dus niet goed is. Tot wie is de mol? Ik ben de mol. En van vandaag is uit. Wie heeft dit georganiseerd? Jouw vrijdag aan de stuk. Met de tv-tips. Met Remco. Ja mensen, welkom allemaal bij deze bijzondere aflevering alweer van deze serie. Van de tv-tips met Remco. Ik heb jeuk. Ik heb enorm jeuk op mijn achterhoofd. En dat is niet leuk. Ja, welkom allemaal bij deze aflevering. Het is niet echt een hele boeiende aflevering, dus als je niks vindt van de jaren 70, ja, dan moet je gewoon skippen. We gaan deze aflevering hebben over verschillende programma's. En programma's die terugkeren of nieuw zijn in de televisiewereld. Ja. Jouw vrijdag aan de stuk met de tv-tips met Remco. We beginnen met allereerst met een nieuw programma, Omroep Max. Ja, Omroep Max sowieso, het Omroep Max. Die pakt uit met avonden over de jaren 70. Philip Frederiks, ook wel bekend van de Slimste Mens. Die gaat een nieuw programma maken met wat meer over op de jaren 70. Wat hier staat. Omroep Max gaat met twee nieuwe programma's inzoomen op de jaren 70. Het programma staat op dezelfde dag. Het gaat om 6 afleveringen van in de voetsporen van de jaren 70. En hetzelfde aantal afleveringen van het design van de jaren 70. Dus dat is auto's en dat soort dingen en andere dingen. Siddel. Ja, en dit is echt precies een programma voor NPO 2. Ik zou het nooit op NPO 3 uitzenden. Het idealisme viert hoogtij van en de strijd van gelijke rechten tussen man en vrouw voor homo's, lesbiens, arbeid, migranten. Luid op. Er zijn maar enkele voorbeelden van het thema die in de jaren 70 spelen. Presentator Philip Frederiks praat met mensen die de vrije gezochten in deze tijden. Oké, dat klinkt interessant. Ik ben niet zo van, ik vind de muziek van de jaren 70 prachtig, maar ik ben niet zo een van die houdt van dit soort programma's. Maar ja, ieder zijn eigen smaak. En ik zal er niet echt wat aan vinden. Maar goed, dat is mijn mening. En ik zei het wel bij TV's en Franco, omdat ik niet weet wat ik moet bedenken. En ik zat even toevallig staan op televisie hier. Dus ik dacht van, pak deze wel even. En waarom ik het beeldscherm altijd zo breed is, anders krijg je dit effect. En dat wil ik gewoon niet. Kijk, ik kan het even laten zien. Hoe het er dan uitziet. Zo, internet weghalen. En dit ook. En dit ook. Al een paar dingen weg. En dan doe ik even transformeren. Aan het scherm aanpassen. Nee. Oh, dat is nu internet. Oeps. Oepsie. Wacht even. Waar ben je? Dat scherm aanpassen. Kijk je dit? Ja, dat vind ik niet mooi. Dan zei ik dan is het echt een jaren 70 ding. Dus ik ga dat lekker niet doen. Ik ga het gewoon lekker zo houden, hoe ik het nu heb. Anders heb je pech. Thema ziet nieuwe programma's aan de slot krijgen bij BNNVARA. Jouw vrijdag aan de stuk met de tv-tips met Remco. Ja. Theomaassen aan de tijdslot krijgen binnen Farah, want wat er nu voor staat is het volgens mij vanaf juni, nee mei, dat hij ingepland in de op de vrijdagavond naar de vervanging van Flikker Maastricht, komt daar Theo te staan. Der Theo van Theomaassen krijgt een ander tijdslot bij binnen Farah. Het nieuwe programma van de KPTV is van primetime naar zaterdagavond laten verplaatsen. De NPO en binnen Farah zagen gezamenlijk van mening dat Theo op het nieuwe uitzendmoment beter op zijn recht komt. Nou, dat weet je niet, hè? Want ze zetten nu wel iemand in de late avond, maar ja, je weet niet of het gaat scoren. De zesdelige serie Der Theo over de verschillen tussen Nederlanders en Duitse culturen zou oorspronkelijk op 3 mei van start gaan, waardoor deze voor het EK bijvoorbeeld dat op vrijdag 14 juni aanvangt. Afgelopen zou zijn. Nu heeft de omroep besloten de eerste aflevering op zaterdag 18 mei uit te zenden. Oké. Okay. Dat is dus een paar weken later. Dat is dus na Studio Voetbal, neem ik aan. Nee, voetbal. Eredivisie voetbal op zaterdagavond. Eredivisie op zaterdag. Op NPO 1. Nou, ik vind het niet echt slim.
Misschien is het natuurlijk wel hartstikke goed dat het op die tijdstip is om 8:30 op NPO 1 op vrijdagavond. Misschien is het hartstikke goed. Maar ja, er gaan wat geroddels over, daarover. Dus misschien. Ja, ben benieuwd wat ze nu eigenlijk gaan doen. En ja, ik denk dat ze toch naar zaterdag 18 mei gaan. Maar je weet nooit op de NPO. De NPO is altijd wel beter dan ik op Zeden vind ik persoonlijk. Op sommige momenten dan. Niet allemaal. Maar op sommige momenten dan ja, wel. Maar goed. Ja, dan gaan we naar het volgende. We gaan hebben over een nieuw seizoen van De Erfgenaam. Na een paar jaar afwezigheid van De Erfgenaam keert het weer terug op de buis met Ruben Nicolai. Jouw vrijdag aan de misdruk met de tv-tips met Remco. Ja. Ja, een nieuw seizoen van een vierde seizoen van De Erfgenaam. En dat is een succesvol programma. Tenminste, dat heb ik gezien. Volgens mij was het dit jaar helemaal niet op tv, of wel? Ik kan me niet herinneren. Ik zal het even zien. Ik ben ook gelijk benieuwd. De Erfgenaam. Of wel? Oeps. Wel, was wel op tv, dus afgelopen jaar. Waarschijnlijk is het uitgezonden al in mei. Als ik het niet vergis. Goed nieuws voor iedereen die graag naar De Erfgenaam kijkt. Er komt een nieuw seizoen aan. Nou, dat laat erfactie-specialist Klaas Zonder van weten op social media. Hij duikt samen met Ruben Nicolai weer in de wereld van ongeclaimde erfenissen. Ze hopen dan deze bij de regelmatige erfgenamen te krijgen voordat de verjaringstermijn verstrijkt. En erfenissen vervallen. Tijdens een diepgaande zoektocht komen ze vaak bijzondere familieverhalen aan het licht. Voor de show werd een leuke twist aan de show gegeven door Ruben en Klaas. Niet alleen erfenissen van geld uit de latere pluizen, maar ook die van unieke objecten met rijke geschiedenis. Ja. Ja, bijzonder. Ja, ik ben benieuwd. Ik kijk dit soort programma's nooit. Ik ben niet zo van dit soort programma's, maar ja, die zijn gemeen en er genoeg zenders op die televisie tegenwoordig dat je gewoon maar niet kan kiezen wat je moet kijken eigenlijk. Ja. En ik dacht ervan, ik pak deze wel bij over de erfgenaam van Ruben Nicolai. Dat begint dus vanaf die datum. Ben benieuwd. We gaan het allemaal zien binnenkort op televisie. Ik bedenk het even kijken. Dit was een hele, ik heb het al voorspeld. Het was een hele aparte video. Het waren niet echt tv-tips-achtige nieuwtjes. Ik probeer dat het volgende week waarschijnlijk wel beter is dan deze week. Ik probeer er elke week wat aan te maken. En dat, wat internet, misschien stopt deze serie ook wel, misschien. Ik weet niet zeker. We zijn al een jaar bezig met deze serie. En, ja. Dus ja, moet even zien. Ik bedank jullie voor het kijken. Wij zijn er volgende week. Laat echt even een duim achter. Abonneer op het YouTube-kanaal hier beneden. Links krijg je een andere video op het YouTube-kanaal. En de afspeellijst van de VTS met Remco, als je dat boeit. En ik bedank je voor het kijken. Ik zie je volgende week. Van weet ik veel. Dat klinkt alsof het dan dus niet goed is. Tot wie is de mol? Ik ben de mol. En van vandaag is uit. Wie heeft dit georganiseerd? Jouw vrijdag aan de misdruk. Met de tv-tips. Met Remco.